Waarschuwing! Master Movies is veranderd in politiek, humoristisch en sociaal opzicht. Vanaf nu staan alle filmpjes in trant van diepe maatschappelijke kritiek. Dit is niet waar. Ah, dan heb je die kutkinderen weer. Frisje, je hebt echt een oerlelijke overhemd. Dat is echt niet gelukkig. Oh, het is Bobbientje, Fredje. Doe gauw open. Het is Bobbientje. Ze wil melken. Snel. Yo, Fredje. Hoe is die nou? Je bent toch zelf. Yo, kijk, vet ouwe. Uit, man. Fredje. De pet doet het niet, hè. Hey, soppie. Oh, shit, ouwe. Oh, niks lijpe shit. Ik dacht het is Bobbientje. Ze is zo'n stomme kutacrobaat en een clown. Stop. Wat moet je? Bek houden. Ja. Beetje dikke schijf. Adi. Ben je verkouden of zo? Kunnen trucjes, let op. Dag meneer. Dag het. Wat is er? Die gast die net voorbij liep. Die noemde me een faggot. Dat lijkt me een logische conclusie, want we hebben allemaal van die strakke pakjes aan, toch? Ik heb ontzettende jeuk aan mijn lul. Gertje, je hebt een kakhoofd. Mm-hmm. Kakhoofd! Nou in! Je hebt een kakhoofd! Fuck jou! Je stoel stinkt naar kak, je broek stinkt naar kak, je hebt gewoon een kakhoofd! Heb je jouw hoofd wel eens gezien? Die is bruiner dan die van mij, hoor! Oké. Hij heeft een kakhoofd! En ik heb een bananenhoofd, geen kakhoofd! Gras je hebt een kakhoofd! Jazeker! Op bokken met je asjes! Je hebt een kakhoofd! Kijk hoofd! Kijk hoofd! Gert heeft een kakhoofd! Kijk hoofd! Kijk hoofd! Godverdomme! Kom hier, ik ga helemaal kapot maken! Voor het eerst heeft premier Balkenende zich uitgelaten over de vernielingen die zijn aangericht tijdens de nieuwjaarsnacht. Daar is hij woedend over. De premier noemt het een zieke mentaliteit dat ook hulpverleners werden belaagd door relschoppers. Snel recht, zoals toegepast in Rotterdam, is het antwoord volgens Balkenende. En hij riep gemeenten op het voorbeeld van Rotterdam te volgen. Blijkbaar is er een groep die niet beschikt over de beschaving om andere mensen te respecteren en andermans eigendommen te respecteren. Kijk, en als je plezier met elkaar hebt, is dat prima. Nou, zoals u zag, ging daar even iets mis. Daar hoorde nog meer informatie bij, maar dat ziet u in een later journaal waarschijnlijk wel. Is het je een beetje goed bevallen vandaag? Prima. Ja? Ja, prima. Voel je je nu fijner, nu er geen 10 meer zijn, maar nog maar 5? Nou, ik zeg altijd maar zo, beter 5 in de hand. Ja? De schijt op een natte krant. Lekker breezetje, Fred. Lul. Zeg, Matthew, hoe laat is het? Hè? Oh, zal ik even kijken? Kakzakken. Tel je kutpooiers. Hello everyone. Wat kijk je? Ik ben Spunkerhemmen en het smeren. Met een keer. Nou, kapitein, het is duidelijk. De onlocomotere impulsieve hyperimpulsen heeft een kwadratische... Ja, stop maar. Ik snap er geen kut van. Nou, meneer Turk, de nieuwe bestelling is binnen. Over, dank je, mogol.
Sok, ik heb nieuwe Pokémon kaarten. Hyper Deluxe. Zo. Zeg gast, wil je met mijn Pokémon kaarten ruilen? Nee, ik heb ze allemaal al. Haal ik het dan. K*** maar op. Hallo. Als je één keer met dat ding over mijn poot heen rijdt, jongen, ik sloop je kop eraf. Ja, doe me stoer. Nou, je zou er wel van opknappen als ik je hoofd eraf zou trekken. Waar of niet, hè? Waar of niet? Hey, is het laat geworden gisteren? Heb je de hele nacht niet geslapen of zo? Je ziet eruit alsof je gewoon de hele nacht twee hoeren hebt liggen naaien. En ook nog een zooi pillen hebt geslikt en jonkers gerookt en kikkers. Ja, en ook nog inderdaad aan een kikker hebt zitten likken. Zo zie je eruit. Zo zie je eruit, godverdomme. Hoor je me? Hij hoort het niet. Hoi, heb ik gezegd dat jij weg mocht gaan? Ik dacht het niet, hè? We gaan nu even lekker stoppen, want ik moet heel erg nodig schijten. X-Men versus Spider-Man! Tag to the head, bitch! Oh yeah! Spider-Man shit! Mandarijn, sukkel! Nou, welkom, Mongolen, bij de snelcursus voeten masseren voor gevorderden. Met broekspijp ervaring. Ja, meneer Turk. Ik heb alleen maar jurkspijp ervaring. Ja meneer, hij heeft helemaal gelijk hoor. Wat ga je zeggen man? Ga weg. Eat my shit man. En jij ook met je dorretjes oren. Eat my shit. En dan ga ik schijten, dan gaan jullie dat opeten. Hè? Ik dacht dat we het hier over voeten masseren hadden. Mijn visie is dat schijten een complementair, impulsieve, hyperschalende, assimilende barrière vond waarin... Wat wil je nou? Je moeder. Oh. En is het nu tijd voor een metal? Een metal! Allee, dat bedoel ik toch ook, hè? Lap zeg. Het is nu tijd voor een super fantastische battle this day track. Je weet toch, battle! Ja, ik heb een beetje last van mijn stem en ik heb... Fred, luister. Ze hebben hondenbrokjes in de aanbieding. Fucking 30% ja. Korting! Boeien! Wat nou boeien? Ik zou je bed onderscheiden! België is het baas, laat de vriendjes hebben en lekker respect voor kabouterplop. Geen Wilders heeft besloten, islam gaat naar de klote. En Wilders is een nerd, want hij geeft verdonken beurt. Dus Harry en Bastiaan, Nederland is niet pluis. En nu gaan we snel op een knap met huis. En jullie kinderen, jullie kunnen gezellig meedoen met de fantastische prijsvraag. De vraag is, hoeveel Fahrenheit weegt een balhaar van een Bulgarische otter? Is het A, B, 3 of F? En ben een boerke naar keuze.